Een ELO-rating van 1600 en minstens 50 amateurkampen. Dat zijn de minimumvereisten. Weet je wat het is? Dat is 50 keer bloedkotsen. 50 keer naar de tandarts. 50 keer wakker worden met je ogen dicht. 50 keer van opbouw naar complete afbraak. Dan begint het pas. Ze zeggen, als je niet slim bent, moet je sterk zijn. En als je niet sterk bent, moet je slim zijn. Dat is de essentie van het leven, zo gezegd. Maar dat is bullshit. Je moet altijd sterk zijn. En je moet altijd slim zijn. En als je dat vergeet, zet je lui. En dan loop je tegen een muur. Altijd. Ik ben die muur. Toch niet over hun eigen zoon. Moet ik liegen. Het is mijn eigen schuld ook. Als ik iets wil maken, dan mislukt het of wat er nu patatenstoemp is of een kleine. Dat meen je toch niet? Hij zit toch basiskampioen jazzballet? Jazzboxing. Jazzboxing, allee. Kom, Kasper zit te wachten in de auto. Nee. Waarom niet? Waar is op? Opa, kom niet mee. Sorry, oké. Ga je daar nu een zaak van maken, of wat? Luc? Ik zeg toch niks? Nee, je zegt nooit iets. Wil jij ruzie maken, Christa? Heb je een uitschelverhoor? Ja, doe. Is dat wat je wilt? Ja, doe maar. Je bent een ziek wijf. Dat is het, ja. Jij bent een lafaard, man. Oh, shit.
Hij is niet te vergelijken. Surinaamse afkomst, denk ik. Een broekventje, maar niet wel als in een garage. Hou wat voor hem. Hij doet uw auto binnen. En je mocht eruit kiezen. Ofwel betalen, ofwel zes rondes. Als ze zes rondes blijft staan, dan is het voor niks. Maar er is nog niemand blijven staan. En auto, in elke stad, had er toch altijd zo één. Zo één waarvan dat is echt. Dat is hem. Jawel, dat is hem. Dat is tegenovergestelde van Luc. Echt tegenovergestelde. Maar wat kunnen we doen? Is hij aan het trainen? Nee. Trein. Huh. Ja, god. Ja. Ja, maar theoretisch is alles mogelijk, hè? Goed. Ja. Ja, salut, da-da. Wie was het? Van mijn man. Is het over meter zeven tegen hem? Voor over de tegenstander, hè? De lekkere soep, Noëlla. Zout blik. Ja? Is dat training? Dat wel. Sam denkt dat ik ga verliezen. Dat is niet waar, Sam. En wat denkt u zelf? Nou. Laat mij gerust. Geef mij gewoon mijn sleutels. Nee, kom, we gaan naar het ziekenhuis. Geef mij gewoon mijn sleutels. Nee. Jij moet altijd over alles beslissen. Kom. Het is goed. Willem? Ja. Meneer Moulin? Ja. Uw vader is bijna klaar. Maar ik wou toch even zeker weten, u gaat er rijden. Oké. Hij is nog te veel onder invloed daarom. Ja, ik weet het. Trouwens, proficiat, hè, met uw titel. Ja, uw vader is er een hele tijd over bezig. Hey, nog een fijne dag. Thank you.
Dag. Goedendag. Kan ik u mee helpen? Mijn vader zijn raam is kapot. Alleen mijn vader zijn auto. Hij staat er buiten geparkeerd. Maar is de deur ook beschadigd? Ja, zijn raam is kapot. Echt? Enkel het glas? Ja. Oké. Er is een kaartles 3 kilometer van hier. Ah. Jullie doen dat niet? Nee, dat is glas. Ja, natuurlijk. Ja, dan moet ik daar naartoe gaan. Ja, sorry. Dat is niks. Allee. Goedendag. Luc. Dat is handig, hè? Voor die wat oefenen. Kunt je binnen? Doe maar door, hè. Je moet voor mij zeker niet stoppen. Zit je tegen je eigen aan het spelen? Zo gaat er niks leren, Casper. Nee. Kom. Ik ga je trainen. Je beurt. Sneller. Vader, ga je wat oefenen. Dat is tegen de regels. Concentreren. Dit is gewoon training. We kunnen ook gewoon wat schalken. Hè. Ik ben het om je bekjes te krijgen. Allee. Sneller. Moet je wenen? Niet wenen. Hè? Ik kan niet wachten tot je sterft. Even nadenken. Training. Niet benen. Met de benen.